hij aan de binnenkant, het is nu voor hem heel makkelijk om naar binnen te duwen. Ja, dus hij heeft hier nog alle kracht in zijn arm. Als ik hier sta, dan wordt het heel moeilijk, terwijl hij naar binnen duwt en ik moet naar buiten toe, dan is dat voor mij heel moeilijk. Dus zijn kracht is op dat moment hier in zijn schouderlijn en aan de binnenkant is hier het sterkst. En dan kun je dus gebruik van maken om dus te zorgen dat je hier staat. Oké, dus het is aan de manier en trek hem naar binnen toe, dan is het maar steeds heel moeilijk om dat naar buiten te krijgen. Op het moment dat ik zijn schouderlijn naar buiten krijg, wil ik nu naar binnen halen. En nu is het voor hem heel moeilijk, of zo niet onmogelijk. Zodra mijn arm buiten mijn schouder valt en ik moet nu naar binnen zetten, dan gaat het niet lukken. Dan zijn die spieren die volgemaakt. Terwijl hier aan de binnenkant, kijk, nu kan het heel makkelijk. Kan ik ook mijn heup gebruiken en naar binnen zetten. Dus wanneer hij stoot, moet je er eigenlijk gebruik van maken. Dus overigens is dat een van de redenen waarom je voelt, als hij stoot, niet graag aan de binnenkant staat. Eén staat ook aan de binnenkant van zijn andere arm. Het is dus makkelijk voor hem om hier te komen. Dus of je niet meteen laag gaat en zeg maar voor zijn collar, dan ga je aan de binnenkant. Over het algemeen is bij mijn stoot veel veiliger om dus aan die buitenkant te komen. Vooral als je dan blok naar beneden haalt en een beetje naar buiten zet. Nu wordt het voor hem heel moeilijk om er iets tegen te doen. Als ik hem nu mee wil nemen, nu kan dat. Als ik hem hier alleen maar naar beneden zet, hij stoot, pak ik hem alleen maar naar beneden, dan heb ik nog steeds niks. Ja, bijvoorbeeld zelfs nu ik klem aan wil zetten, hij houdt dat tegen, dan wil dat niet. Als ik zijn arm hier laat, en ik ga er zelf al helemaal mee, maar zijn arm zit nog hier, kan ik aan gelopen trekken wat ik wil, dan bedoel, pak ik het ook niet. Dus in je blok, zorg dat je hem naar beneden hebt, dan liefst ook naar buiten. En nog een beetje naar beneden. Die kant op, maar kun je misschien een klem op aan zetten. Dus stoot, eerst opzij. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat je niet geraakt wordt. Als ik hier blijf staan, gaat het op een gegeven moment pijn doen op het moment dat zijn vuist mijn gezicht raakt. Dus het belangrijkste is eerst awesome, uit zijn lijn of meteen, dus uit zijn aanvalslijn te stappen. Vervolgens blokken. Okay. En zorg dat je die blok ook naar beneden krijgt. Te vaak zien we mensen die blokken. Denken, oh wacht, ik moet die kracht van de tegenstander overnemen. Dus ik ga die kant op, maar op de hele tijd heel erg hoog zit. Kan je nog steeds verdreven en verlies je op een gegeven moment weg. Dus. En naar beneden. En dus die schouderlijn, als je daar naar kijkt, moet die arm dus uit deze lijn zijn. En nu kan ik het heel dus draaien. Dus is mijn heuplijn is 1 en naar beneden krijgen. Doorstappen. En ik klem. Dus let erop, let eerst even op die schouderlijn. Dus kijk, blok, 1 naar beneden. Zet ik hem alleen maar naar beneden, naar hem toe. En dan verlies ik hem weer. Blok ik hem alleen. En zit ik nog steeds hoog. Kom ik er ook niet bij. Hey, ik sta er zelf op door. Kijk, nu staat mijn schouder in de zwakke lijn. Hier kan ik nooit op meekrijgen. Dus, naar beneden en uit zijn lijn. En dan kun je met naar achteren stappen en eventueel meenemen.